Als je zoveel gedichten schrijft, kan je dan eens een gedicht schrijven voor mijn ouders die zaterdag 20 jaar getrouwd zijn? Voor mijn Portugese waterhond die afgelopen dinsdag is bezweken aan nierfalen? Voor mijn dochter van wie ik ben vervreemd sinds ik haar moeder vermoordde met een opgezette wezel, vastgenageld aan een solide stronk, vastgelijmd aan een dikke plank merantihout? Voor mijn ex-leraar aardrijkskunde, die op pensioen gaat en nu eindelijk de pedofiele teugels kan laten vieren. Voor de taxichauffeur die hielp bij de bevalling en geen moment klaagde over het breken van de vliezen op zijn achterbank. Voor de Noorse lamaverzorger die mijn leven redde met een rietje toen ik dreigde te stikken nadat een wesp mijn limonadeverzadigde slokdarm had aangevallen in een pretpark. Voor Olga, de Russische vissersvrouw die mijn sokken stopte en garnalen in mijn mond stak, terwijl mijn moeder in Helsinki de bloemetjes buiten zette met stuursche scheepsherstellers en formidabele zadelmakers. Enzovoort. Nee, ik kan dat niet. Een gelegenheidsgedicht schrijven.